Ken je dat? Dat je eventjes gewoon even helemaal alleen weg wil. Gewoon echt even niemand om je heen. Daar had ik vandaag zin in. Na een dag, wat zeg ik, na een week lang werken met heel veel mensen om je heen. Een agenda die precies bepaalt wat jij moet doen. Heerlijk, gewoon eventjes weg, 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 weg. En mijn eerste vondst, het zal maar een rotzorg zijn, maar het is een duitje. Heerlijk. En mijn tweede vondst is een, ja wat is het? Een kledinghaakje. De tweede vondst is een kledinghaakje. Mooi versierd, het haakje is er alleen af. Oh, hij moet wel van heel diep komen hoor. Een hele grote tapkraan. Ja, deze is niet van de theepot. Prachtige tapkraan. Superleuk. Ik denk, wat is dat nou? Ik had hem al een paar verschillende manieren omgedraaid. Maar het is een sleutelgat. Een sleutelgat, ik denk van een kast of zo. Dit is nog eens een leuke vondst. Dit is een knopenstandaard. Dat is een kaarsenstandaard. Ik ben helemaal buiten adem, maar het is warm. Maar dit is een hele oude vondst. Dit is echt een hele oude vondst. Je ziet ook wel hoe die gemaakt is. Vaak zijn ze wat grover. Dit is echt een heel fijntje. Een hele fijne is dit. Kijk of het zo beter te zien is. Zo. Hartstikke leuk, zo'n standaardje. Hier zat de kaars in en hier zat de rest van de kandelaar. Het veld hiernaast heb ik eindeloos afgezocht omdat er zoveel van afkwam. En hier ben ik echt keihard aan het zoeken. En dan ben ik helemaal blij met een leeuwencent. Nou goed, we zitten ook lekker in de natuur natuurlijk. En ik kan even mijn gedachten op nul zetten. Het is echt heel erg warm en benauwd. En zwaar, want het heeft wel geregeld, maar het is hier keihard. Maar goed, het wordt wel beloond. Een pikkeltje. Zo eens in de zoveel tijd komt er eens een leuke vondst naar boven. En daar doe je het uiteindelijk voor. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ja, je zal het wel niet zo goed kunnen zien. Het is een pikkeltje, een speelgoedje. Die hield je zo in je hand. En dan kon je hem zo opvangen. Ik niet natuurlijk. Of deed je hem zo op je hand. En dan moest je ze zo opvangen. Ik weet het niet. Er zijn verschillende soorten manieren om het te spelen, maar het is in ieder geval een bikkeltje. En het bikkeltje gaat in het tasje. Kijk wat een bakbeest van een kolfslof. Daar werd vroeger mee een spelletje gespeeld op het ijs, een soort hockey. Hier zat een stok aan en Iro werd met deze zijkant werd zo de bal weggekaatst, weggeslagen. Een soort ijshockey, maar dan met een soort bal in plaats van een puk en een lode ja, schoen, slof, kolfslof. Hij lijkt op een slof en daarom wordt het ook kolfslof genoemd. Leuke vondst. Nou, mijn accu was leeg. Dat geeft helemaal niks, maar ik heb altijd een reserve metaaldetector bij me. Ja, dit vind je ook. Dit film ik vaak niet, maar dit vind je de hele dag door. Van die lepeldingen. Nooit heel. Er zit wel af en toe een stempeltje op. Dus je kan wel wat terughalen. Maar, nou ja, het is wel leuk, maar niet heel interessant. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik buk helemaal, want ik heb mijn camera al neergezet en ik heb geen zin om hem te veranderen. Een bloemetje. Wat leuk. Ik dacht eerst dat het zilver was, maar dat is het niet. En hij valt ook al uit elkaar. Het is in twee delen. En er zit ook iets in. Hij valt echt helemaal uit elkaar. Hier stuk is die. Wat zit erin? Een soort van troepje. Een soort van kalksteen of klei of... Ja, er blijft weinig meer van over. Hij is echt helemaal uit elkaar. Maar... net was hij nog heel. Dat is een rattenstaartlepel. En ik denk dat jullie wel zien waarom dat zo is. Kijk, zo'n mooie ronde lepel met een dun handvat. En als je hem omdraait, dan zit hij hier eroverheen gesmolten. En dat noem je een rattenstaartlepel. Hoe toevallig is het dat je een speelgoedbordje en een kannetje in één gat vindt. Dit hoort niet bij elkaar, maar dat is wel allebei speelgoed. Nou had ik natuurlijk liever gehad dat het kannetje heel was en het bordje weggebleven was. Maar hij mag natuurlijk helemaal niet klagen. Twee keer een stukje speelgoed in één gaatje. Ik stop ermee. Ik ben het spek zat. Ik moet eerlijk zeggen, ik liep heerlijk. Ik heb genoten. Ik had die rust echt nodig. Maar ik liep niet zoals anders. Als jullie me nou willen steunen in deze zware tijden, vergeet dan niet even te abonneren. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.